Hey, hallo. Huh? Ja. Nou heb je het gewoon verbruikt, hè, in 3 keer. Als ik honger heb. Ja. Dan wacht. Moet ik toch even eten? Nee. Elke woensdag een nieuwe video. Word abonnee. Bijna iedere school kent de regel niet eten, niet drinken en geen mobiel in de klas. Toch zijn er altijd weer leerlingen die deze regel aan hun laars lappen. Senneke is zo'n leerling. 2 voorbeelden hiervan. Voorbeeld 1. Senneke zit te appen in de klas. Dames en heren, Senneke, even weg. Ja, even, ja, je hoor. Gaat hier geen mobiel. Heel even. Nee, niet even, heel. Even dit afmaken. Nee. Okay. Ja? Okay, ja? Niet heel, heel even afmaken. Lees maar even de tekst voor, anders. Dat is op bladzijde 25. Wil ik even dat iemand de tekst Senneke, echt serieus. Ja, meneer. Nee, echt. Meneer. Nee, maar Senneke, ik meen het. Nou ga je. Okay, als je hem nu niet weg doet, dan ga je eruit. Nee, ik je bent aan het appen? Ik zet hem nu weg. Hij moet gewoon uit. Hij mag helemaal niet zijn. Ja. Ja, maar Senneke, kijk eens aan. Want dit is niet oké wat je doet, hè? Waar is hij nou? Weg? Nee, hij is niet weg. Hij is niet in beeld. Hij is niet in beeld, nee. U maar volgens mij niet. Ligt hij nog op jouw schoot. Dat weten we niet. Nou, ja. Dat weten we niet. Nou, ik kijk even. Ik wil dat hij in de tas... Oké, hij is weg. Waar is hij nou? Je zit erop nu. Nee, je ziet hem niet. Je bent als een kip aan het broeden op je mobiel. Misschien komen er wel kleine mobieltjes uit straks. Nou zit je op je mobiel. Pak. Zeg eens pak. Nee. Niet, nee. Oké. Wat zijn de 25? Ja, 25, die tekst. Amber, anders ga jij hem even voorlezen. Nee, Senneke, dit is brutaal. Dan ga je erin. En dan is het klaar. Grens, waar is de grens? Daar is de grens. Bereikt. Ja, ga maar even naar buiten. En ga maar even melden bij Mulder. Wie ben je aan het appen dan? Hallo? Met wie is dat? Dat zag je of zo? Ik zag Ronald staan, ja. Ja? Oké. Okay. Kijk, ik heb scherpe ogen natuurlijk, dus ik kon het een beetje van dit perspectief goed bekijken. En waar het op neerkwam is dat de condooms bij de Albert Heijn in de aanbieding. Oh, handig om te weten. Maar ja, waarom lachen we? Het is toch heel normaal. Ja, nou, ik ben blij dat ze dan aan voorboedsmiddelen doet. Kan ik maar eens een voorbeeld aan nemen? Rens, heb jij kinderen? Nee. Rens en kinderen, nou ik denk het niet. 2 kinderen, oké. 4 in mijn kelder, dat maakt niet uit. Je hebt 4 kinderen in je kelder. Oké, nou dat is mooi, dat is een mooi resultaat. Oké, we gaan verder met de les. Bladzijde 25, wie wil het voorlezen? Wie heeft er zo'n mooie stem? Senneke eruit gestuurd omdat ze zat te appen in de klas. Heb jij dat ook wel eens meegemaakt? Laat het me weten. Voorbeeld nummer 2. Senneke zit te eten in de klas. Als jullie het allemaal naar opdracht, zal ik eens vriendelijk doen, opdracht 15, dan hebben jullie geen huiswerk. Nee. Dus ik denk dat sommige mensen er al zijn. Senneke, hallo. Ik ben aan het eten. Niet eten in de klas, weet jij. Ja, sorry, ik heb honger. Ja, sorry, ik heb honger. Hé, hey, hallo, dan neem je nog een hap. Oké. Okay. Nee, dat is niet oké. Okay. Beetje raar dit. Hé, hey, hallo. Huh? Ja! Wat is dit? Nou heb je het gewoon verbruikt, hè, in 3 keer. Dus nou zeg ik, ga maar even weg. Want, als ik honger heb. Ja? Dan wacht je. Moet ik toch even eten? Nee. Nee, dan wacht je even 5 of 8 minuten nu. En dan is het pauze. Wat is Senneke, de regel is niet eten in de klas. Okay. Doe maar even in je tas. Ja, hij is weg. Dus doe maar even in je tas. Senneke, doe even in je tasje of in een zakje. Maar, nee. Ik wil. Wat? De zak is weg. En ik kan hem niet zo in mijn tas zetten, anders kan ik hem niet meer opeten. Dat is smerig. Dus ik hou hem even in mijn hand. Ik eet niet meer, dat beloof ik. Ik hou hem in mijn hand, maar ik eet niet meer. Ja? Doe hem dan onder jouw... onder mijn tafel. Dan doe ik dit, hè? Wat doe ik? Hand voor de gezicht. Ja, ik kijk door mijn vingers heen nu even. Klaar nou. Iedereen even verder werken, want we zijn bijna... Is het 5 minuten en dan... Nee, Senneke. Wat? Ja. Als je nog even niet kijkt. Nee, ik keek. En die zit ook recht tegenover mij. Dus ik kan er ook anders. Ik kan er ook gewoon niks mee anders. Dus nou wil ik even dat je weggaat. En klaar. Nee. Als ik nog nee. Even een beetje water, dan kan ik hem doorspoelen. Nee, als je gaat... Nee, Senneke, we gaan zeker geen water drinken. Dat flesje mag überhaupt nog niet op je tafel. Ik ga je nou 1 keer eruit sturen, omdat je een krentenbol loopt te eten. Oké. En dan, als je gaat lopen drinken, dan ga ik jou 2 keer eruit sturen. Okay. Ik zou het niet doen.
Senegay. Okay. Dus nou, hup eruit. Nou, u zei de volgende keer. Nee, ik zei, nu heb ik jou eruit gestuurd voor de eten. Ja? Ja, dus nou ga je er sowieso uit. Maar ik zei van, als je gaat lopen drinken, dan ga ik je nog een keer eruit sturen. Dan ga ik je twee keer eruit sturen. Dan heb je een grote probleem. Neem je spullen even mee. Dan gaan we meteen door naar Mulder toe. Niet oké dit, hè? Dag. Hoi. Eet smakelijk. En even naar Mulder melden. Zo. Kom je weer terug? Ik moest twee keer uit de klas. Ja, maar dus... je hebt toch niet gedronken? Jawel, net een beetje. Oh, nou, dat is eerlijk van je. Nou, dan mag je er weer eruit, ja. Dat bedoel ik, dus daarom kom ik terug en dan kan ik weer de klas uit. Oké, dan stuur ik je voor de tweede keer de klas uit. Dag! Jij vindt het wel grappig, of niet? Ja, ik vind het wel grappig, ja. Ja. Over een paar minuten mogen jullie allemaal eten. Hoera. Hey. Ja, dus nog even dit doen. Senneke eruit gestuurd. 1 keer voor het eten en 1 keer voor het drinken. Ja, wat vind jij eigenlijk van deze regel? Niet eten, niet drinken in de klas. Laat het me weten. Word abonnee, like deze video. En volgende week worden er een paar onvoldoendes uitgedeeld in de klas. Waaronder Anita. Tot volgende week. Hoi. Nou, dan mag jij lachen om Anita. Want Anita heeft namelijk een 2,4. Ah! Lekker. Dus dan mag jij weer lachen om Anita. Nee. Gaat lekker zo. Ja. Nee.